Op de campus van de Christelijke Agrarische Eres Hogeschool Dronten heeft wethouder Nico Verlaan gisteren de officiële opening verricht van het nieuwe Calisthenics Park. Bas Rama Corné, we staan bij een ingewikkeld apparaat waarvan jij ons kunt vertellen wat het is. Kun je dat uitleggen? Jazeker. Wat je achter mij ziet is een Calisthenics Park, ofwel een Functional Fitness Park. En wat we hier doen zijn bewegingen waarbij wij ons eigen lichaam bewegen door ruimte en tijd en de weerstand van de zwaartekracht gebruiken om te trainen. Ik zeg altijd heel makkelijk buiten fitness, zo noem ik het maar even. Want het calisthenics, dat is nogal een term die nog niet helemaal bekend is. Maar we zullen hem wel moeten invoeren natuurlijk. Het is een veldje wat met mogelijkheden waar mensen lichamelijke oefeningen kunnen doen. Onder begeleiding van of zelfstandig. Wij kunnen dit gebruiken voor krachttraining, fysieke ontwikkeling, maar ook voor revalideren. En ook voor gezond blijven, gewoon fit blijven. Het is zo'n breed spectrum dat we hiermee aanspreken, dat het eigenlijk past binnen ieders plaatje en binnen ieders doelstelling. Was dit jullie plan? Nee, uiteindelijk kwam het vanuit het initiatief vanuit de gemeente. Daar hebben wij gesprekken mee gehad. Uiteindelijk, dit is een mooie locatie. En in samenwerking met de gemeente en fysiotherapeuten zijn we hier tot dit resultaat gekomen. Ik hoorde net vanuit de fysio dat er misschien ook wel instructies gegeven worden. Maar dit is natuurlijk de perfecte plek om zelf aan de slag te gaan en lekker vrij te bewegen in je eigen tijd. We hebben 2200 studenten, bijna 2200 studenten. We hebben een soort sportcoach die met studenten bezig is in gymzalen, maar ook met samenwerking met sportverenigingen in de gemeente Dronten, maar ook daarbuiten. En uiteindelijk ook daarmee proberen we studenten te motiveren om wat meer te bewegen. Want ja, dat een student kan wel wat meer beweging gebruiken. Er zijn gelukkig op internet ontzettend veel technieken te vinden waar op welke manier wij dit parkje gebruiken. Het is ook om mensen buiten het campusterrein om te triggeren om hier naartoe te komen, om gelijk een soort ontmoetingsplek te creëren. En je ziet dat sport en spel en ontmoeten gewoon heel goed samengaan.